Ik vind dat niet verkeerd hoor, om op multinationals een minimumbelasting te vragen. Maar ook op die effecten, voor alle duidelijkheid, dat gaat niet over Jos en Maria. Hè. Dat gaat over mensen die 1 miljoen euro op een effectenrekening, nog niet eens op je spaarrekening. En die mensen betalen inderdaad een heel kleine belasting extra om zo te zorgen dat we de koopkracht van mensen sterk hebben beschermd. Dat hebben wij inderdaad gedaan met een werkbaar voorstel. En ik ben daar niet beschaamd voor om dat toe te geven. Dat inderdaad betekent dat je die multinationals ook wat meer laat bijbetalen.